Het is maart en die roert als vanouds zijn staart. Genoeg games die uitkomen deze maand, in ieder geval. NEO 2 komt uit, Doom Eternal, Animal Crossing, uh, Half-Life Alyx. Pokémon Mystery Dungeon, gaan we het zo over hebben. Maar uh, we gaan het ook hebben over Silent Hill, die namelijk geteased wordt. We gaan het hebben over Google Stadia, die aan het falen is en het waarom daarvan. Genoeg om te blijven hangen bij deze nieuwe pauwpraat. Laten we het hebben over uh, Google Stadia. Want uh, Google Stadia is niet wat we hadden gehoopt dat het zou worden. Martin, nee. jij was uh, heel enthousiast en je had een, ja, een pre-order geplaatst. ik had een uh, pre-order geplaatst. Je... Ik, ik weet nog goed, ik zat hier met Vera, zaten we die stream te kijken. Toen uh, uh, die, die uh, pre-orders kwamen, die op dat moment kon pre-orderen. Dat had ik meteen gedaan. Uh, ding kwam binnen er was heel veel glazen. Uh, mensen kregen een code niet om uh, om een stadia te kunnen activeren. Ja. hadden we wel een controle thuis, maar konden we nog niet spelen. dat soort dingen. Uh, en nu nog steeds. weet je welke games moet ik in godsnaam gaan spelen op stadia? al die games die er nu op staan heb ik al een keer gedaan. Uh, op uh, PlayStation 4, of op uh, Xbox 360. Het zijn allemaal best wel oude gamepjes die erop komen yeah. te staan. Nintendo 3DS. Uh, ja, precies. <laughs> en uh, ik, ik weet ook niet echt van, ja, uh, nou, deze game moet ik, moet ik echt straks op Stadia gaan spelen. En uh, ja, ze hebben ook. Er dus is afgelopen week wat nieuws uh, over Stadia naar buiten gekomen. Ze ja, wat Business dan? Insider heeft ja. een, een onderzoek gedaan, een beetje naar wat er eigenlijk achter zit. Hè? Wat, waarom zijn er. Zo weinig games eigenlijk uit voor Google Stadia. En die zijn naar de developers gegaan om te vragen van ja, waarom eh, ze bijvoorbeeld niet in zee zijn gegaan met, met Google. Ja, dat ja. is eigenlijk best wel schokkend om te zien hoe weinig eh, kracht Google heeft gezet achter stadia, toch? Nou ja, dat is een klein beetje arrogantie ook natuurlijk. Want uh, als je uh, ontwikkelaars wil interesseren voor je nieuwe gaming service, ja. dan uh, moet je ze ook laten werken en uh, ja, als ze er ergens tijd in gaat steken en dan geen geld mee verdienen, dan uh, ja, en weet je, want dat was een beetje het ja. ding toch? Dus Google die die heeft mensen, die, die is naar uh, developers toegegaan en heeft gezegd van, jongens, willen jullie voor de stadia ook dingen doen? Maar vervolgens is er niet echt een incentive geweest voor die developers om het daadwerkelijk te doen. Ja, nee. of de incentive nee. was heel erg laag. Ja. En ja, vaak, vaak in die gesprekken kwam, uh, werd het, ging het nog ineens over de harde pegels. En uh, vooral in zo'n zo vroeg stadium yeah. van, van zo'n uh, van, van zo nieuw platform, moet je juist uh, veel developers. Uh, overhalen om voor jouw platform te gaan ontwikkelen, ja. want je hebt die content heb je gewoon nodig. Uh, dat hebben ze dus niet gedaan. En ook veel developers uh, hadden eigenlijk nog geen vertrouwen in Google dat ze nee. dit uh, goed zouden doen, omdat uh, veel uh, eerdere projecten van Google is op vroegtijdig te stekker ja. uitgetrokken. En, of, ja. of, Google Plus bijvoorbeeld. Ja, ja ik, ik heb dus een lijstje gemaakt vanochtend. Dat vond ik vond het wel leuk om te kijken wat er nou allemaal is gecanceld in de afgelopen jaren. Inderdaad, Google Plus, YouTube Gaming, weet je herinner je, je ja, ja, die ja, nog? Ja, ja. Uh, Google Hangouts is ook weg. Uh, is dat een e-mail app inbox Google Cloud Print Google Daydream dat was dat VR ding dat is ook weg uh, YouTube Messenger en uh, je, ja de lijst gaat echt maar door je hebt je hebt zelfs een website die heet killed by Google en dan kun je alles <laughs> alles ja, ja. ja het is echt een hele lange lijst dus ik snap wel dat mensen gewoon geen vertrouwen hebben in ja uh, in, in Google's nieuwe projecten vooral als ze dan zo komen van hey uh, wij zijn Google komen jullie met ons mee maar hebben jullie dan nog Het is een grote naam, maar het in, ja. inderdaad, dat lijstje wat je net opnoemt, dat is, dat is best wel indrukwekkend in een negatieve manier. Ja. En zeker als jij een, een developer bent met beperkte resources. Hè, ze hebben vooral proberen indie developers te, te pootje, zeg maar. Ja. ja, dan moet je echt gewoon keuzes gaan maken van waar zet ik mijn tijd, waar zet ik mijn manschappen voor in. En als en als er geen geld tegenover staat... en je hebt te maken met partijen die bekend staan... om nieuwe uh, uh, diensten gewoon te cancelen als het niet, niet loopt... ja, dan is het natuurlijk uh, niet echt een uh, goede cel. Ja. Maar ja. denken jullie dat het nog goed gaat komen in Stadia? Ja, de enige kans die ze nog hebben is die gratis versie. Want ja. die zou... Die zou begin dit jaar uitkomen. Ja, uit komen. zou begin dit jaar uitkomen. Ja, het is maart. Uh, die moet er toch wel aankomen. En dat is het ding van... Ja, Stadia kun je niet verkopen zonder dat mensen het eigenlijk kunnen uitproberen. Dus stel ze krijgen een, een free-to-play game daarop, een Apex of zo. Dan... Destiny 2. Ja, oh ja, Destiny 2. Stel, stel die dienst is gratis en je kan het uitproberen. En uh, je speelt niet zo heel vaak games en je hebt geen zin om hardware aan te schaffen, maar dat vind je wel leuk. Ja, dan zo krijg je misschien een beetje een nieuw, uh, een nieuw publiek op dat platform. Maar nu, nu moet je echt committen aan een abonnement. En ja. uh, een controller erbij kopen om op tv te spelen. En, uh... en je moet de games zelf nog kopen. Ja, bedoel, ja, precies. We zaten er net al even over te praten. Want jij hebt je abonnement stopgezet. Ja. Logisch ook, want je moet maandelijks betalen. Er staan op dit moment 28 games op dat hele platform. Ja. Waarvan je ook nog moet betalen als je ze wil spelen. Ja. ja, het is niet echt een aantrekkelijk. Uh, Aantrekkelijke dienst op dit moment. Nee? Nee, nee, je zegt goed op dit moment. Weet je, wat Jacob zegt, als straks die gratis versie uitkomt uh, en je wil straks een game gaan spelen, maar je hebt geen PlayStation, je hebt geen Xbox of een uh, sterk genoeg een PC om bijvoorbeeld een cyberpunk te kunnen spelen, ja. dan zou dit wel eens interessant kunnen ja. gaan zijn. Ja. Maar als we nu kijken naar begin. 2020 zou dat hele gratis ding uitkomen. Als ze nog langer wachten, dan, dan wordt Project X Cloud gelanceerd. Ja. Ja. En dan, dan zijn ze helemaal fucked. Ja, die Walse er keihard overheen, ben ik bang. Want de, uh, Microsoft heeft al die games al. Ze gaan het integreren in Game Pass, wat ook echt al een supergoede deal is voor 10 euro per maand. Je gaat dadelijk Ori kunnen spelen en Halo Infinite. En als bonus kun je die dan ja. overal spelen via de cloud. Ja, dat is. We, waarom zou je dan Cyberpunk op, op je. op Stadia gaan kopen. Als je hem ook op je Xbox kan kopen. en overal toegang hebt. Ja. Tot die game? Ja. Ze, moet, ze moeten echt haast maken. Yep. Maar ook niet. De uh, vraag is natuurlijk wel. in hoeverre Cyberpunk dan op X-Cloud. Uh, mee wordt genomen. <laughs> natuurlijk. Hè? Ja, Kijk, het gaat vooral ja. om de Microsoft-exclusives. Uh, en de, de, de Microsoft Studios. Ja. Maar ja, Cyberpunk. Ik, ik, weet, ik weet niet hoe dat gaat werken bij xCloud, maar dat is natuurlijk wel een, een goede vraag. Van, want bij Stadia weet je zeker dat dit op, op zal worden genomen in beide dienst. Maar ja, de ja. vraag is ook alweer, gaat het op dezelfde tijd lanceren als op de PlayStation 4 bijvoorbeeld of op de Xbox One? Ja, ja. ja bijvoorbeeld uh, Borderlands 3, die loopt heel erg achter. Die DLC die eraan komt, die komt volgens mij niet naar Stadia. Nee. Ze hebben zelfs een oude versie met een oude patch. Dus als je die game gaat spelen, dan is de hele balans van de en je wapens. Speelt, je speelt anders. daar gewoon een oude versie van Borderlands? Ja. Wauw. Of in ieder geval was dat een tijd. Ik weet, misschien is het er nu wel een patch uitgekomen. Maar toen die game daarop uitkwam, was, was het gewoon een oude versie. Zeker. Voor, voor een tijdje. Dus dat, uh, dat soort dingen zijn wel zonde. En als je kijkt naar x die hebben nu. Uh, volgens mij in beta al meer dan 50 games erop. Ja. Uh, terwijl Stadia heeft er 28 en die is volledig gelanceerd. Wat dus. een veel aantrekkelijker ja, dienst yeah. is op dit moment, ja. <laughs> Oké, okay, wat verwachten we? Gaat, uh, gaat Google Stadia dit jaar nog de nek om worden gedraaid? Nou, Dit jaar niet, maar ik denk dat het uh, misschien in 2021 gewoon stilletjes eruit gaat. Ja. Ja, wat, wat een beetje de hustile is, hè? Yeah. Ja. Dat denk ik ook. Sorry. Jammer toch? Ja. Toch wel jammer. Laten we het hebben over, uh, over leuke dingen. Bijvoorbeeld Silent Hill. Um, vorige week werd er in een keer een, een tweet uitgestuurd van, uh, van Kojima Productions. Ja. En, en dat was een beetje mysterieus. Mensen die, die zeiden ook van ja, hoe kan je hier nou een tease in zien? Maar dat is wel interessant. Laat ik hem even voorlezen. Kijk hem hier. Ja, het was van het productiehoofd van uh, Kojima Productions. Dat ja. was niet Kojima zelf. Dus. Ja, dat is Aki Saito. Ja. Um, sorry to be silent, everyone. I've been really busy lately. I think I can say more soon about what we're going to Puntje, puntje, puntje. To do, denk ik dan. Um, uh, dat. dat Mensen die gingen al van, oh Silent, Silent Hill. Ja. Uh, maar dat was niet het enige wat op die, in die tweet was. Er was ook een foto van die guy. En die had een, uh, uh, ja, een Post-it voor zich. En dan had hij opgeschreven: Next Week. Ja, mooi handschrift ook, zeg. Oh jee. Ja. Met je loose op. En hij had een, uh, een potlood vast. En er stond op dat potlood: Pyramid. Ja. Nou, ik, ik, niet heel veel mensen, denk ik, uh, zullen het misschien direct uh, weten. Maar uh, Pyramid is natuurlijk. Pyramid Head is die, uh, die guy uit Silent Hill. Of die, uh, die bad. Uh, ja, die gast die, 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 ja, die gasten met een onmogelijke, onmogelijke helm uh, rondloopt uh, <laughs> door die game. En met een gigantische zwaard ja. of bijl achter zich sleept. Dus uh, heel veel mensen waren dus heel erg geseikt, Omdat. Dat wel eens kon duiden op Silent Hill. Er zijn natuurlijk meer uh, hints aanwezig. Uh, jij kwam er mee dat, dat uh, in januari is er al een, een soort van tease geweest. of iemand die, die had getweet over uh, Silent Hill. Ja, dat was Jaco, die, ja, Bedoel met... je die Aesthetic Gamer? Ja. Ja, ja dat was... Uh, een uh, januari was het inderdaad... Was, uh, nou deze kei dan. Aesthetic Gamer die al vaker dingen van Resident Evil heeft geleakt. Dat was uh, Resident Evil 3 Remake. Nou ja, die kun je nog wel voorspellen. Maar ja. uh, de inhoud en de, de titel van de Resident Evil 7 DLC had hij ook voorspeld. En wel vaker dingen volgens mij. En uh, hij tweette dat Konami uh, twee jaar terug... Uh, bezig was met twee Silent Hill games. En een daarvan yeah. zou Episodic worden. Een beetje Telltale-achtig idee. En eentje meer traditioneel, zoals uh, Silent Hill 1 en 2. Yeah. En dan was er nog een website, uh, Rely on Horror... die ook wel eens wat dingen over Resident Evil deelt. En die zei dat ze hetzelfde hadden gehoord van een andere bron... Ja. Maar uh, we moeten het wel een beetje met een korrels uitnemen. Want het, het is natuurlijk twee jaar geleden. Je weet niet wat er in de tussentijd is veranderd. Misschien waren ze wel aan het experimenteren. En is het project gefaald. Maar ja, misschien zijn ze inderdaad wel bezig. Bij Konami dus. Met een Silent Hill Game. Ze, dat, hebben het, ze, ja. ze hebben dat project inderdaad uitgezet bij meerdere ontwikkelaars. Om te kijken. Om te pitchen eigenlijk. Ja. ja, ja. Om te kijken wat er uitkwam en waar ze misschien mee in zee zouden gaan. Ja. Het kan dus zijn dat het uiteindelijk op niks is uitgelopen. En dat ze uh, en, en nu Kojima, waarbij toch wel een beetje zijn hart bij die serie ligt, denk ik. Hè? Ze hebben natuurlijk die, uh, die playable teaser gemaakt, PT. En ja. Ja. dat was een enorme hit. Maar toen ging die weg bij Konami. kan natuurlijk zijn dat die uh, nu met al die uh, Dead Stranding Monies, alsnog. Die hele token opkoopt, weet je, die hele ja. rechten van, van Silent Hill. Ja. ja, ik ben benieuwd hoe dat gaat. Want ja, ze vinden elkaar volgens geruchten nog steeds niet zo aardig, volgens mij. Ze, ze, hij is daar een beetje met uh, ruzie weggegaan en mensen zijn nog steeds boos dat Metal Gear 5 incompleet was. Het verhaal ja. in ieder geval. Dus uh, ja, het, het zou kunnen dat hij inderdaad de rechten heeft gekocht en nu gewoon bezig is met een Silent Hill. En uh, die gedachte is wel exciting, want ja, ja, als Ko ja Kojima maakt zulke rare dingen, ik vond, ik, ik, heb PT dus nooit gespeeld, ik hou helemaal niet van horror games. Ik heb dus op YouTube gekeken op een klein scherm, en toen vond ik hem al eng, ja. toen heb ik hem weggeklikt. Toen ja. die, Het echt een ik heb, Hij is ik heb hem nog steeds ja. op mijn PlayStation staan, ik ja. durf ja. oh. er niet af te gooien. Want Wat is geld waard? Dan... Ja, daarom. Uh, <laughs> ik, doe, nee, ik, ik wil hem Chert nog, ik wil ook nog een keer samen met ja. spelen. Ja. Natuurlijk gaan we een keer doen. Dat wil ik ook zien. Ja. ik weet niet. Nee, die, 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 die 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 teaser was echt fantastisch, man. Vooral het einde dat je echt een of andere gekke combinatie moest doen van de, van de telefoon opnemen en dan de drie stappen terug en, en dan kwam het einde. Het was echt? bijna onmogelijk. Oh. Ja, ik heb in Dreams gespeeld. Toen vond ik hem ook eng. Ja, ik Dreams. Het is het is wel een logische stap voor uh, voor, voor Kojima omdat hij heel erg veel uh, interesse heeft in horror, ja. zeker films en hij heeft altijd wel aangegeven dat hij daar wel echt meer mee wil doen. Ja. Hij heeft natuurlijk die PT gedaan samen met Del Toro en uh, de, de, de kans is natuurlijk heel groot dat ze daar iets mee gaan doen. Zeker Hopen met man. deze teas erbij. Dat is niet het enige. Want je had, um, uh, hoe heet hij Masahiro Ito. Dat is de, de guy, de art, de, um, art producer van uh, Silent Hill 2 en 3. Okay. En die heeft ook heel veel art gemaakt mm. en zo. En die was mm -hmm. ook in Silent Hill 2, was hij de dramatic uh, camera um, operator. Mm -hmm. Oké, okay. ik heb die game uh, gespeeld, maar. Uh... Het klinkt inderdaad ja, als een. Die heeft uh, dus ook getweet over, yeah. uh, over Silent Hill. Hij had eerst getweet van op 28 februari: van uh, ja, het feit dat ik nu iets tweet is goed, omdat ik dan niks kan zeggen of zo. Een hele bizarre tweet, maar het, het zou op, op kunnen wijzen dat, die, uh, dat het eigenlijk een beetje de vraag was of die, uh, die uh, franchise inderdaad over zou gaan naar Kojima Productions ja. uh, en dat hij dan bij betrokken zou worden. En toen heeft hij er later getweet: Pyramid Head Rip. Oh ja, ja, ja. Ik kan me nog wel herinneren dat, uh, ja. dat was een hoop om te doen op Twitter. Inderdaad. Het is uh, heel weird allemaal. Het volgende. Ding, wat zou wijzen op Silent Hill is dat uh, het uh, vandaag dat we het opnemen is 4 maart en dat is 21 jaar geleden dat de eerste Silent Hill uitkwam. Oké, okay. dus jij denkt dat er vandaag wel iets ik gaat denk komen. dat er vandaag iets geteased gaat worden of tenminste iets iets gepost gaat worden waar waardoor we meer gaan weten. Ik hoop het, alleen jammer dat het nog niet is gebeurd. Ja. Dan hadden we het erover kunnen hebben. Zijn jullie blij met Silent Hill? Ik merk van jou dat jij het eng niet niet echt heel tof vindt. Nee man, ja ik heb me echt door Resident Evil 2 geworsteld en dat was mijn eerste ja ik heb wel vaker horror games gespeeld. Uh, Until Dawn vond ik wel vet maar ja, het is niet voor mij man. Ik vind... Waarom niet? Ben je ja. een beetje ja, ik. Het is maar een spelletje hè? Ik weet het maar ik voel me gewoon niet comfortabel en als ik wil gamen ook gewoon een beetje relaxen of een beetje yeah. uitdaging hebben en met Resident Evil 2, het was ook zomer en ik heb gewoon zitten zweten jongen in mijn onderbroek uh, ja, het was ook wel weer leuk. Achteraf schreed in je onderbroek dan iets anders. Hè? <laughs> uh, ja, maar goed. Uh, nieuwsgierigheid ga ik hem misschien wel checken. In theorie. Als hij eruit als okay, ja, komt. Uh, maar... In Zij theorie. Zijn de deel ja. 1 en 2 waren fantastisch, man. En als ik met hem er weer mee aan de haal gaat. Uh, weet je, we hebben een uh, voorproefje gehad met PT. Ja. En als hij dat door kan trekken. Oh shit, man. Ja, hou je me vast. Ja, dat me er eentje. Ja, dat denk ik ook. Ja, ik denk dat het te eng wordt. Ik ga het niet spelen. Het wordt wel leuke content, denk ik. Mm. Sowieso. Ja. Laten we het gaan hebben over Pokémon Mystery Dungeon. Jacco, jij hebt het uh, gespeeld. Ja. Je hebt hem gereviewd. Ja. Voor uh, onze vrienden van Gamer.nl. Ja. ja. Want. Ja, je zei het gisteren tegen mij over de app. Van laten we het hebben over Mystery Dungeon. Want. Uh, het is Pokémon week. Het is, is Pokémon week. Ja. Helemaal tof, maar wat is het? Weet je, ik heb even gekeken. Het is je, bent je wordt getransformeerd van een mens tot een Pokémon. Ja. En je hebt het, het is een spin-off. Mm -hmm. En je moet dungeons, uh, random gegenereerde dungeons, moet je clearen. Ja, dat weet ik ervan. En mm -hmm. dat het stijltje een beetje een soort van Cell Shade-achtig is. Ja, nou ja het, is, het is een remake van de eerste games. Van op de GBA en de Nintendo DS. Uh, kwamen die uit. En je wordt dus wakker als Pokémon, en dan doe je een soort van persoonlijkheidstest. Dat is wel grappig. En dan kijk je welke Pokémon bij jou past. Welke Pokémon ben jij? Uh, ik was een Squirtle. Maar gelukkig, vroeger zat je dan vast aan die Pokémon. Maar kon je kiezen, heb ik Charmander gekozen. Dat was mijn favoriete Pokémon. Ja, okay. dus, en uh, mijn vriend was... Gelukkig uh, maar. Ja. <laughs> ben je ja. even blij? Ja, ja, nee, maar vroeger moest je dan iedere keer opnieuw die test gaan doen. Totdat er eentje uitkwam die je echt leuk vond. Oh ja, ja. Maar uh, ja, dan, dan uh, word je gevonden door je partner. Die kies je zelf. En dan richt je een rescue team op met z'n tweeën. En dan ga je eigenlijk Pokémon in nood redden in random dungeons. Okay. Uh, en dan breid je langzaam je team uit. En het verhaal gaat dan over waarom je nou een Pokémon bent geworden. En uh, dat, dat komt dan langzaam uh, naar boven. Um, ja, voor de mensen die de games vroeger hebben gespeeld. Ja, wat maakte die games leuk? Ja, het, vooral wat ik er heel erg leuk aan vond... is uh, het schrijfwerk. Het is, zo, uh, het is best wel komisch geschreven. Ook soms uh, dat je denkt van... is dit een Pokémon-game? Uh, allemaal uh, de, de conversaties van Pokémon onderling... Dat, dat hebben ze heel goed gedaan. is dus op een gegeven moment... best wel een, uh, een meme-waardig moment... dat op een gegeven moment een een opmerking maakt... dat hij koude voeten heeft of zo. En dat iedereen denkt... hè huh, dicklet? Heeft hij heeft voeten? <laughs> dat iedereen helemaal gechoqueerd is. Dus dat soort dingen... <laughs> zitten erin. En dat zijn wel grappige, uh, grappige momentjes. En uh, ik vind het vechtsysteem ook wel tof, want in de hoofdgames heb je natuurlijk gewoon een turn-based systeem. Je doet om zijn beurt een aanval. Maar ja. hier uh, heb je dat ook. Dus elke stap die je in een dungeon zet is een beurt. Dus als jij een stap zet, dan komt je vijand bijvoorbeeld dichterbij of hij ja. loopt de andere kant op. Uh, maar je moet ook rekening houden met afstand. Dus sommige aanvallen die hebben dan uh, een range. En je moet jezelf een beetje positioneren. Maar ook rekening houden met degene die je bij je hebt. Je kan Pokémon recruteren. En uh, dat, dat is er wel tof aan. Maar ik moet wel zeggen. Want op Pup.nl krijgt hij krijgt een onvoldoende. Uh, Jurgen heeft hem gereviewd. Ik heb hem zelf een 6,5 gegeven. Omdat deze remake voegt eigenlijk. behalve de Aardstel. Uh, die ik zelf wel tof vind. en wat fijne, maar ook wel weer hele logische verbeteringen, bijna niks toe. Het is inhoudelijk precies hetzelfde. En ik vond het best wel tof om dat weer te doen. Maar als je... Uh, ja, als je, als je de game al hebt gespeeld, dan moet je niks nieuws verwachten of zo. En dat... Waarom hebben ze hem dan gereboot of remade? Denk je? Is het, ja. is, het, is het om de handheld factor zeg maar te uit, uit te buiten? Want ik hoor net van jou dat die op, op gewoon op 4K tv gewoon eigenlijk lelijk is. Ja, hij is een beetje onscherp. Ik weet niet waar dat aan ligt, maar de aardstel komt gewoon uh, niet zo goed naar voren. Uh, het, het oogt een beetje onscherp op een groot scherm. En ik weet niet ja. waarom dat is, want ik vind de kleuren wel heel mooi. Het is een soort van aquarelverf, en dat ziet er wel heel tof uit, maar. Ja, uh, het is een hele lekkere handheld game. Je hebt ook een auto-mode. En aan het begin dacht ik van ja, moet, moet die game nou weer makkelijker worden gemaakt voor de mainstream. Maar hij is eigenlijk heel handig, want je kan je je spelsnelheid kun je verhogen. En als je dan op, de, uh, op L1 drukt, dan ga je automatisch door een dungeon heen. Totdat je een vijand of een trap tegenkomt. En die AI is best wel goed. Dus hij pakt eerst de items. Uh, bijvoorbeeld, en uh, dan gaat hij naar de volgende trap. En uh, zo, dat maakt de game wel heel fijn om te spelen. Want ik weet nog wel van vroeger, dan kon het wel echt heel lang duren voordat je door een dungeon heen was. En ja. dat maakt die game ook wel heel erg repetitief. En dat is nu ietsje minder. Dus ja, dat, uh, dat is als handheld game, is dat wel fijn. Voor wie is deze game? Is dit voor echte Pokémon-liefhebbers? Of kan ik dit ook geven aan mijn nichtje van 12, die ook. Uh, Pokémon op Nickelodeon leven of Granny waar het wordt uitgezonden, ja, uh, eigenlijk allebei wel. Ik zou zeggen, als je het origineel hebt gespeeld, dan weet je echt precies wat het is, en dan weet je ook precies wat je kan verwachten. En als Omdat je dat het random gegenereerd is, dat ja, eigenlijk el, elke game die je speelt, is weer, weer wat anders, maar. Ja, het komt Voelt... dat ook echt wat toe, zo'n nee, random. Nee, nee bijna niks eigenlijk. Want het komt altijd op hetzelfde neer. Dat je, je hebt altijd gangen en kamers. En er zijn, liggen dan items en soort van hazards en zo die je tegenkomt. En je werkt gewoon al die kamers af. Het is niet dat de. De wereld zeg maar interessanter is omdat het random is. Het is ook een beetje een, een ouderwetse gedachte. Uh, Rogelikes die doen dat bijvoorbeeld veel beter. Dat je helemaal doodgaat en dan is die spanning ook veel groter. Je verliest wel al je items. Dus die is wel aanwezig. Maar, uh, maar om even op jouw vraag terug te komen: als, als mensen van Pokémon houden om, om zeg maar de charme en de, uh, de ja de de schattigheid van Pokémon, dan is dit best een leuke game. Maar ik zou, als je geïnteresseerd bent, zou ik gewoon eerst de demo spelen. Want dat is wel slim. Ze hebben een demo uitgebracht, die is anderhalf uur lang. En als je dat speelt en je vindt het leuk, ja, dan... dan uh, en dan kun je dan progress weg. meenemen, toch? Ja, precies. Dat is okay. ook heel fijn. Maar, 60 euro voor deze game? Ja, lastig aan te raden. Ja. ja. Tenzij je echt heel veel nostalgische waarde hebt zoals ik. Ik had hem wel gekocht. Hmm. Ja. Pokémon Mystery Dungeon, dus uh, ja, ligt in de winkels. Is ook online uh, te spelen, dus als demo, en dat is wel aan te raden, dus ja, oké. Okay. Laten we het hebben over, uh, over Call of Duty. Speel je het nog, Jacco? Ja, zeker. Ik heb de Battle Pass gekocht voor seizoen 2. Ja. ja, ik vind het lachen, man. Nieuwe wapens zijn goed. De UMP zit erin uit Modern Warfare 2. Ja, en. Uh... Je hebt ook zo'n nieuw wapen. De Grauw heet hij volgens mij. En die heeft echt bijna geen terugslag. En een hele snelle fire rate. Dus daar ben ik lekker weet mee Jopie, aan het klooien. Wat uh, nieuwe maps erbij toch? Ja, Rust zit erin. Volgens mij. Ik weet niet of die playlist er nog steeds is. Maar je had een playlist met Rust. En daarna ja. met Rust en Shipment. Ja. ja, dat is wel weer geniet hoor. Weet beetje XP binnenharken. En uh, lekker die snelle Call of Duty gameplay. Die zijn echt extreem klein. Zeker als je ja. het vergelijkt met de tegenwoordige maps. Het is echt insane. Ja. Zeker Shipment. Ja, shipment is wel echt ja. gek. Maar daar hebben ze wat aan aangepast. Hè? Je kunt nu ook omhoog klimmen. Ja, dat, uh, dat kon in, de, in uh, Modern Warfare 4 niet. Ja. Of, uh, Call of Duty 4. Call of Duty 4 ja. Ga je zo'n uh, Tomo nemen? Ja, er zit een ja. Tomo in. Ja, maar die kost 10 euro, man. 10 euro? Ja, ja man. Seriously? Kan je ja. hem niet gewoon in lokken of zo? Nou, volgens mij niet. Ik Jij heb wel gezocht. voor 1000 CP. Yeah, Call of duty points. Ah, uh, oké. Okay, maar die, die verdien je wel als je de Battle Pass yeah. koopt. Dus yeah. je kan hem wel een soor, soort van terugkopen. Maar de meeste mensen die kopen één keer een Battle Pass. En die kunnen dan met de CP die ze dan winnen kunnen ze dan de volgende battle pass kopen en dat tenminste zo speelde ik uh, Fortnite altijd. Ja, maar het is je moet wel iets langer spelen uh, om, uh, om echt die battle pass terug te verdienen. Want ik heb uh, uh, ik, ik, ik heb de laatste vanavond gekeken van hoe lang duurt het nou voordat je dan die battle pass terug kan kopen. Je moet wel echt 50, 60 uur spelen oh, per seizoen. Een seizoen duurt twee maanden. Crazy. Vind ik wel veel. <laughs> Dat is wel veel, ja. Ja. Maar stel ja, je koopt hem één keer, dan heb je wat over. Uh, of je koopt hem twee keer, dan uh, ja. je hoeft in ieder geval niet vier keer die Battle Pass te kopen. Zoals maar ik, ik zie je. jou wel rond uh, met zo'n uh, Tomo uh, gunshi. Ja. Ja. Het, ja het is wel cool ja toch ja het is zo'n ze noemen het een Tamagun Gunji, gunji. gunji, ja. gunji ja. maar het is uh, gewoon een Tamagotchi horloge en je had al horloges met, uh, dat je echt de tijd in game kan zien uh, maar nee, nu je moet had je al kills en dat soort dingen ja, ja precies en nu moet je hem in leven houden met je kills en je killstreaks en je XP en zo ja en anders gaat hij dood geinig ja. <laughs> bedacht hè ja yeah, het, is wel, het is wel leuk ja, ik vind het ook wel leuk is uh, iedereen krijgt dus een random Tomo Gunji je kan hem niet kiezen ja. En uh, jouw jou, Tomo Gunshi, die, uh, die voor jou wordt weer bijvoorbeeld gevoed met kills... en die voor mij kan gevoed worden met killstreaks. Oh, is ze, dat hebben, zo? ze hebben allemaal weer een andere oh, eigenschap top. waardoor ze in leven blijven dus, uh, en groter worden. Dus, oh, dat is wel geinig. Dat is, dat is ook cool. nice. Heb je ook een knop dat je op die... Want je kijkt volgens mij in het begin naar, die, naar het horloge... en je ziet hem <laughs> een beetje als je het wapen vasthoudt of uh, reload volgens mij. Yeah. Maar heb je ook een knop dat je kan kijken... Wat je dan met je wapen volgens mij wel hebt. Ja, ja, voor je wapen volgens mij. Volgens mij kun je dan zo je wapen ontdermen. Ik twijfel een beetje of dat nou de remake was van ja. Modern Warfare of uh, deze ook. En dat ja. zou ik eigenlijk niet weten. Hm. Maakt niet uit. Er, er waren grote geruchten over de uh, Warzone. Ja. Uh, de game mode, uh, de Battle Royale game mode, die, uh, die er naar het schijn toch al aan gaat komen. Ja. Ja. Um, er zijn ook veel. Content creators die worden geband van de game of uh, hun video's worden gestrikt vanwege uh, video's over, over warzone. Het schijnt namelijk zo te zijn dat je als je een bepaalde lobby opstart, het kan zijn dat je per ongeluk in een Warzone lobby terechtkomt. Ja. Uh, je hebt ook een uh, spectator cam in een bepaalde map, waarbij je door de bounds van de map kan gaan, zodat je in één keer in de warzone uh, ja. map terechtkomt. Het zijn allemaal dingen die, uh, die toch gaan voeden. Dat, uh, dat Warzone uh, echt wel binnenkort komt. Mensen dachten dat het begin deze week zou komen, maar het ziet er toch naar uit dat het 10 maart uh, uh, eraan komt. Wat, wat verwacht jij, Martin? Want jij hebt gebeld met Activision, toch? Uh, ja. Um, het bleef stil aan de andere kant van de lijn natuurlijk. <laughs> okay. Want jullie uh, mogen, mogen er niks over zeggen. Uh, maar uh, wij, um, mijn vraag was van... Hey, uh, komt hij uh, dinsdag? En uh, de, de antwoord was ja, geen commentaar natuurlijk. Maar uh, uh, we hebben allemaal gezien van... Hé, hey, hij is niet gekomen. En, uh, maar over deze maand nog... Het, het, het zou zomaar kunnen... Dat er deze ja. maand nog iets gaat gebeuren. Ja. Jongens en meisjes. Uh, ik ga het wel hopen natuurlijk. Want uh, nou, ik hou van Battle Royale. Ja. Ik, uh, ik hoef niet meer te zeggen dat ik elke dag Apex speel, maar ik doe het toch nog wel een keertje. <laughs> en dat komt vooral... Om, ik vind het, de, de Battle Royale-mode. Ik hou van dat soort. Ik hou van dat principe. Gewoon dat, ja. dat je gewoon uh, 99 andere mensen kan afmaken, dat je dan als enige overblijft. In Call of Duty Warzone zou je dan uh, 199 mensen moeten afma afmaken. Ja, ja, om ja wel te 200 gaan. mensen. Ja? Ja, dat vind ik sick, man. Ik had er echt het gevoel bij van. Zitten allemaal in een vergadering. Oké okay, jongens, Battle Royale. Wat, wat gaan we doen? Wat is beter wat, dan 100, 100 mensen? <laughs> 200, 200 mensen. <laughs> Eerst nog iemand zegt 150. <laughs> maar het is echt, wat gaan we doen? Waardoor het echt, echt iets speciaals, iets extra's geeft. Maar 200, dat, is, dat, dat lijkt mij technisch vooral heel erg een uitdaging. Ja. Um, het impliceert ook dat de map ook enorm gaat zijn. Ja. Dat moet bijna wel. Vonden jullie de vorige Battle Royale van Black Ops Vonden jullie die interessant? Ja, ik heb die meer ja. gespeeld uh, dan ik eigenlijk dacht dat ik zou doen. En het grappige was toen die uitkwam... Uh, een half jaar daarna kwam ook het nieuws naar buiten van... Hey, eigenlijk hadden ze nooit het idee gehad om een Battle Royale uh, mode te gaan maken. Ja, en ja. Zes maanden voor release hadden ze dat nog even snel erin gehad, ze flatst. En ik vond het, uh, omdat het best wel snel gemaakt was... Ik vond het echt leuk, man. Ik ja, vond het een ja. leuke mode. Heel veel gespeeld. Um, ja, die gasten die weten, die zijn gewoon zo goed in het maken van een pacing van een shooter. De, de gunplay is altijd nice in Call of Duty games. Dus ik geloof ook wel dat dit weer een fijne Battle Royale gaat worden. Ja, ik denk het ook. Want wat, het, wat ik heel tof vond aan Blackout is dat uh, je, je begint in die game en je kent de wapens. Je, ja. je, het gevoel van de gameplay ken je. En je kent nou uh, globaal de omgevingen de maps en Town en zo die uh, wat er allemaal in zat en uh, daardoor word, werd ik al heel snel in die game getrokken omdat ik me heel snel ja ik voelde me thuis of zo en ik maakte ook gelijk een kans in gunfights dat heb ik ook altijd ja. in de nieuwe battle royale game moet ik helemaal wennen aan het schieten en ja hoeveel mensen kom je nou echt tegen in een potje? ja ik speel battle royale games eigenlijk niet op console dus toen ik dat speelde met de controle met dingen oppakken dat vond ik yeah. uh, vooral even een dingetje ja en in bijvoorbeeld Apex Ligt alles eigenlijk wel een beetje nee, wat hoger, zeg maar, mm -hmm. in, die, uh, in die kisten. En uh, op een of andere manier had ik daar veel minder moeite mee om, om even iets op te pakken op de console. Moet je het nou over proberen, man? Bijna niet meer te doen. Ze hebben, ja. ze hebben iets aangepast. En als je nu zo'n kist opent, ligt alles naast elkaar, en je denkt, oh, dat wapen willen pakken. Pak je per ongeluk de ammo die ernaast ligt. Oh, of, of je wil de ammo pakken oh. en dan wissel je per ongeluk je, je wapen om met al je attachments die je dan op de grond dropt. En dat een tien maat langskomt en snel even ah. de scope had. Dat is nu even een fout die erin zit. Zal ongetwijfeld heel snel uitgepakt worden. Mm. Maar uh, dat is nu even een nadeel van Apex. Ja. Ja, wat ik wel interessant vond is, er zijn allemaal datamines geweest en ja. uh, geruchten van mensen die er dan uh, in zijn gedropt. En uh, ze willen wel een soort van nieuwe mechanic introduceren. Plunder, heb je dat gezien? Nee. Nou, dat is een soort van uh, geldsysteem. En uh, als je mensen kilt uh, of spullen oppakt, dan verdien je plunder. En dan kun je die uh, uitgeven aan perks en dat soort dingen. Maar... Als je zeg maar doodgaat, dan laat je al je spullen weer vallen en je plander. En dan kunnen mensen dat weer oppakken. Dus oh. stel, stel je hebt niet zoveel, je hebt, je hebt een slecht wapen, maar je gaat wel het gevecht aan. Dan kun je wel zeg maar het risico nemen om in één keer heel snel sterker te worden. En er waren zelfs uh, killstreaks gespot dus. Hm. Ik weet niet hoe het werkt. In een battle. Ja, game. dus dan heb je dadelijk een chopper gunner <laughs> bo boven de map hangen. Uh, maar goed, dat is natuurlijk nog speculatie. We weten niet precies hoe het werkt. Maar uh, alle oude perks en zo, die dan uh, dit keer permanent zijn. Want in Blackout ja. waren ze even. Uh, heb je ze een paar seconden of zo. Ja. Uh, deze zouden dan permanent zijn. Dus dan heb je Ghost Scavenger, ja. en Scavenger. Dat soort dingen. <laughs> ja, weet je. Ik vind dat wel een beetje eng hoor. Het ja. leuke aan Battle Royale is wel dat op het moment dat je in een, in een game dropt, dan heb je evenveel kans als ja. iedereen anders die dropt. Op het moment dat je in één keer met killstreaks en zo gaat werken, dan krijg je echt wel een soort van. Ja, ja een, be een beetje unfair. Ja ja goed maar dat is nog niet bevestigd hè? dus misschien is ja, maar het, het nog werkt helemaal het wel niks is bevestigd toch die hele motor is nog niet eens bevestigd nee oké okay, maar het is het slechts bewaarde geheim op het internet ja zeker <laughs> en, en ze zijn ook nog achter uh, die Reddit gas aangegaan hè? want er was één guy die ja. had op Reddit die poster uh, ja. van Warzone gepost en toen heeft Activision Reddit gedagvaard om de gegevens van die guy openbaar te maken. Waarom, waarom doen ze dit? Ik snap, ik, ja. ik snap niet waarom ze mensen zo. Ze hebben zelfs iemand gewoon helemaal geband van uh, altijd Call of Duty spelen op dat account. Omdat, die per ongeluk Omdat hij dus. Hij had dus gameplay en dan had hij dus gecaptured. En op een gegeven moment kwam hij per ongeluk in die lobby. Dat heeft hij op, op, op uh, YouTube geplaatst. En ja. dan hebben ze hem dus helemaal geband van de game. Ja. Ik vind het echt onbegrijpelijk. Ja, dat is heel raar. Z zij maken zelf een fout. Vervolgens post iemand dat wat je kan verwachten. Ja. En dan gaan zij echt zo hard erop in. Echt met supergestrekt been. Ja. Ik vind het. Ja, ze hebben natuurlijk uh, maanden waarschijnlijk uh, aan deze mode gewerkt. Uh, en ze hebben daar ook een heel plan omheen gemaakt. Ja, en yeah. Ze willen zich aan hun eigen plan houden. En ze willen niet. Um, dat iemand anders hun... Uh, ja, dat ze dat een ze zak dat dat hele marketingplan in de producten ja, kunnen gooien. Ja, echt sympathiek is het ook weer niet. Nee, zeker niet. niet maar. Nee, klopt. Dat plan vind ik trouwens ook wel uh, interessant. Want... Maar, ze, er gaan ook geruchten dat het free-to-play gaat worden, toch? Ja, ja precies. En uh, stel ze brengen dit uit en het wordt free-to-play. Maar in... Oktober, november staat waarschijnlijk uh, de nieuwe Black Ops op ons te wachten. Ik denk dat het een, uh, een reboot gaat worden. Gewoon Black Ops. Maar wat gaat er dan gebeuren met Blackout? Uh, gaan ze een blackout 2.0 maken? Gaan ze dan twee, uh, twee Battle Royale modes tegelijk ondersteunen? Ja, ik vind het ook weird. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan Dit dus uh, is bij Call of Duty altijd een ding. Hè? Op het moment dat je uh, Call of Duty Championships hebt... is altijd de vraag die boven blijft drijven... is dit wel een e-sports waardige titel? Omdat je ja. elk jaar weer een nieuwe krijgt. En moet je niet gewoon naartoe werken... naar een e-sports uh, Call of Duty variant. Maar hetzelfde ja. krijg je nu met die Battle Royale. Weet je, als je door wilt blijven ontwikkelen bij een Battle Royale, wat in feite is het gewoon wel wenselijk. Zeker als je kijkt naar de laatste ontwikkelingen bij Fortnite en, en Apex. Je ziet gewoon dat een wereld in ja. beweging blijft. Dat, dat, dat het mensen blijft triggeren om terug te komen. Maar als je elke keer weer een andere wereld maakt die niks te maken heeft met wat je daarvoor hebt verzameld. Zeker qua uh, skins en dat soort dingen. Hè, je moet er echt voor, voor werken om dat, uh, dat voor elkaar te krijgen. Ja, wordt, wordt het wel een interessante modus. Ja. Ja, en als je er waren geruchten dat uh, uh, Treyarch moest bijspringen bij Sledgehammer. Want die ja. zou samen met Raven software die vaak mee aan de multiplayer de nieuwe Call of Duty maken. Maar er waren spanningen of zo, dus dat ging niet goed. Dus hebben ze ja, Black Ops 4 min of meer moeten laten vallen. Omdat ze ja. zeiden aan het begin van ja, deze game gaan we nog jaren ondersteunen. maar... Toen na het vierde seizoen zeiden ze, nou jongens, uh, dit was het. We <laughs> krijgen geen maps meer, geen wapens. Ja. En uh, ja, achter de schermen zijn die waarschijnlijk heel druk bezig met deze Call of Duty. Ja, ik hoop uh, dat we deze maand uh, kunnen spelen, jongens. Ik ben, ik, ik, ben, hoop, maar, ja. ik, ik ben er wel klaar voor. Zeker. En, uh, als we kijken naar de releases die er aan zitten te komen nog, dan is dit wel een goede timing om hem even uit te gaan brengen. Lijkt me ook. Ja, toch? Want ja. Qua, qua shooters heb je alleen Doom Eternal ja. nog. Ja. Heel Aan de andere, andere kant heel, is maart wel echt een enorm packed maand. is wel druk, Er um, ja. komen echt ontzettend veel maar games heel, uit. heel ander soort games. Ja, dus. ja. Nou, Doom Eternal is inderdaad wel een shooter. En voor de rest... Animal ja, Crossing ja, is echt veel totaal anders die natuurlijk. Heel games, ja. inderdaad. Ori, Animal Crossing, Half-Life, ja. uh, VR game, uh, Persona, uh, Roy, uh, Royal, komt nog uit. Hm. Nio. Ja. Hmm. Oké. Okay. We gaan het zien uh, of die in maart uitkomt. Uh, Blijf in elk geval in de gaten houden op pu.nl. Welke game gaan jullie spelen in maart die je absoluut niet wil missen? Uh, Doom sowieso. En ik ga Animal Crossing proberen. En Ori. Ja, Doom. Ja. Doom. Ori. Ja? Ori? Ori, ja. Ori. Oh shit, ik was mij bijna vergeten. Ori. Ja. Fantastisch. Ik ben, nog, uh, ik ben laatst weer weer opnieuw begonnen met de eerste. En, ben je ver gekomen? Ik heb die boom geowned, jongen. <laughs> ja? ja, ik ben er doorheen gegaan als een Jekko. Serieus? Die, ja, ik wist gewoon uit mijn vorige playthrough van hey, je moet niet die vroeg de boom in gaan. Die Ginzo Tree. Yeah. Want dan, dan word je echt uh, vrachtig Oh, je bent er zo best wel uh, een stukje in die game dan al. Ja, ik ben nu... Als je nu... eerst heb, een beetje hebt geleveld en zo. Ja, dus je moet ben... eigenlijk eerst alles verzamelen voordat je de boom in gaat. Maar volgens mij hebben ze dat gepatcht dat je later alsnog terug kan komen. Maar dat was okay. in het begin niet. Ja, nou, nee, ik ben nu uit de boom. De hele wereld is onder water. Dus we uh, ben ja. lekker bezig. Klaar voor uh, de, deel twee. Ja. Bijna, bijna. Nog even uitspelen. We zijn wel klaar met Powerpraat. Dus uh, bedankt voor het kijken. Bedankt voor het luisteren. Mocht je dit luisteren op een podcast app, zou je dan alsjeblieft een review achter willen laten. Um, dat, dat helpt ons om beter gevonden te worden door andere mensen die het leuk vinden om naar ons te luisteren. Um, voor nu, bedankt en tot de volgende keer. Geef ons een likeje en een subscribe. -je.